Na Unilever vertrekt ook Shell met zijn hoofdkantoor uit Nederland. Het olie- en gasbedrijf wil het verplaatsen naar Londen. En Shell wordt dan 100% Brits. Het demissionaire kabinet zegt onaangenaam verrast te zijn en hoopt het bedrijf nog op andere gedachten te brengen. Het bedrijf is juridisch Brits, maar officieel gevestigd in Nederland met het hoofdkantoor in Den Haag. Die constructie maakt het lastig om snel te schakelen, terwijl dat juist nu in de energietransitie wel nodig is, zegt Shell. Het is natuurlijk heel jammer, hè, en dat voelen wij ook. Dat is een besluit wat iedereen ook wel voelt. Maar wij moeten ook door. Wij zijn ook een bedrijf van de toekomst. Daar moeten we realistisch in zijn. We hebben een hele grote en ambitieuze agenda. Dus ik wil ook tegen Nederland zeggen, Shell blijft in Nederland en gaat ook grootschalig investeren. Alleen de topbestuurders en een handjevol medewerkers verhuizen naar Londen. De bedrijfsonderdelen in Nederland blijven intact. Het maakte de schok in Den Haag niet minder groot. Minister Blok schreef, Shell heeft het kabinet gisteren geïnformeerd over dit voornemen. We zijn hierdoor onaangenaam verrast. Eerder besloot het Brits-Nederlandse Unilever al om naar Londen te gaan, nadat het bedrijf eerst voor Nederland had gekozen. Britse aandeelhouders waren in opstand gekomen toen bleek dat ze hier dividendbelasting moesten gaan betalen. Shell wil zijn aandeelhouders niet voor het hoofd stoten, zegt de topman vandaag in het Financiële Dagblad. Het besluit van Shell heeft natuurlijk grote gevolgen voor Nederland. De politiek en grote aandeelhouders zoals pensioenfondsen en de werknemers hier hebben minder invloed op besluiten die in Londen worden genomen. En de milieubeweging zal voortaan naar een Britse rechter moeten stappen als Shell zijn klimaatafspraken niet nakomt. En dan de schatkist. Die loopt veel geld mis. Nou, ik denk dat het de Nederlandse schatkist honderden miljoenen aan dividendbelasting per jaar gaat schelen. Want die hoeven buitenlandse aandeelhouders dan niet meer te betalen na de verhuizing. Heeft dat dan een rol gespeeld, denkt u, bij de besluit? Ongetwijfeld. Geen enkele twijfel heb ik daarover. Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld. Ik ga erover praten met economieverslaggever Eva Wiesing. En over de politiek, Xander van der Wulp. Eerst naar jou, Xander. Het kabinet, demissionaire kabinet, kijkt dus opnieuw naar die dividendbelasting. En wellicht het schrappen ervan. Hoe serieus is dat? Ja, het is eigenlijk bijna niet te geloven na alles wat er rond dit onderwerp al is gebeurd. Maar opnieuw ligt het afschaffen van de dividendbelasting serieus op tafel. Dat ging zo. Het kabinet schrok zich rot van de mededeling van Shell dat ze Nederland willen gaan verlaten. Het demissionaire kabinet heeft direct contact gezocht met Shell, heeft de vraag gesteld, is er nog iets wat we kunnen doen? En toen kwam ook de vraag, zou het bijvoorbeeld helpen als we dan alsnog de dividendbelasting zouden gaan afschaffen? Het is een beetje aftasten geweest, zeg maar, door het demissionaire kabinet. Maar het is natuurlijk een politiek heel gevoelig onderwerp. En het zegt ook wel iets dat het vandaag toch is besproken aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet bij de kabinetsformatie. Die partijen die hebben er dus naar gekeken, die hebben het voorlopig even geparkeerd. Want die hebben gezegd, laten we eerst maar even van Shell horen of er sowieso nog iets aan te doen is. Al met al toont dit vooral dat een heel groot deel van de Nederlandse politiek het heel erg pijnlijk vindt dat Shell nu vertrekt. Kijk, Xander, dankjewel. Dan naar jou, Eva. Ja, is er nog iets aan te doen? Dus stel dat het kabinet de dividendbelasting afschaft. Nou, dat lijkt mij niet. Shell heeft dit besluit genomen na jaren van wikken en wegen. En alles is nu in gang gezet om ook snel door te pakken. De aandeelhouders zijn voor 10 december allemaal opgetrommeld om dit besluit goed te keuren. Verwachting is ook dat ze akkoord zullen gaan. En als dan ook de ondernemingsraad akkoord gaat, dan is het bedrijf begin volgend jaar gewoon Brits. En zij zullen deze trein echt niet meer willen stoppen. En het is al het tweede bedrijf na Unilever dat voor Londen kiest. Wat zegt dat? Nou, dat zegt zeker iets, want het zijn ook nog eens de oudste en grootste multinationals die wij in Nederland hebben en hadden, eigenlijk moet ik zeggen. Want dit zijn bedrijven die diepe historische banden hebben en toch ervoor kiezen om zich in Londen te vestigen en helemaal Brits te worden. En ik begrijp wel dat het kabinet hiervan schrikt, want het geeft ook een signaal af. Het zegt iets aan andere internationale bedrijven over het vestigingsklimaat van Nederland. Eva, dankjewel.